In de 16e eeuw werd de tomaat ons land ingevoerd door de Spanjaarden. Maar hier boezemde de rare rode vrucht alleen maar angst in. Hij zou giftig zijn. Dit veranderde toen een paar Franse kruidendokters de tomaat als La Pomme d'amour bombardeerden, oftewel Liefdesappel. Sindsdien worden ze naar harte lust gekookt, gebakken of gepureerd.